verbazing. Ik zie geen verbazing. Oh, Dave, wat heb je nu? Laat je verbazen. Door mentalist Michel. Goedemiddag. Hi Dave. Alvast van harte gefeliciteerd. Ja, ja, ik heb je nog natuurlijk niet eens, ja, uiteraard. Ik zag dat van tevoren aankomen. Je zag het ook? Ja. Dat is een goeie, hè? Ja, dat is een goeie mentalist. Ik heb me eigenlijk nul bewezen. Dus, ja. En normaal gesproken zou Chris hier staan. Ja. Met Bianca, meestal. Ja. Ik heb geen Bianca. Zou jij mijn Bianca willen zijn voor vanmiddag? Ja, kijk. Nou. Is het een beetje geschikt voor, dames en heren? Nou, kijk. Nou, hoeveel mooier kan het nu worden? Nee, ja. Bianca, ik bedoel, Dave? Nee, ze hebben gewoon Bianca. Ja, oké. Okay, nou, zou je voor mij deze envelop even vasthouden? En dan voor even zorgen dat er niemand meer aankomt, niemand erbij komt. En dan heb ik nog het volgende meegenomen. Het is een kaartspel. En in dat kaartspel, dat zijn kaarten met erop namen van bekende sterren. Dat kan van Nederland zijn tot buitenland. We hebben Marilyn Monroe, Dolly Parton, Dries Roelvink, Mariah Carey, Johnny Cash. Hij zit er ook bij, Geert Wilders. Ja, je kan er niet meer omheen tegenwoordig. Nee, maar goed, in Rotterdam staat hij op de lijst. Ja. Op de zwarte lijst waarschijnlijk. Of mag je het niet zeggen? John F. Kennedy. John F. Kennedy, 50 Cent. Ja, ze zijn in ieder geval allemaal verschillend. Oh. Herman de Blijker, leuk. Ja. Kun je dat beamen? Is dat, ja, dat allemaal verschillend zijn? Nee, het is echt verschillend. Okay, ze zijn allemaal echt verschillend. Ja. Okay. Nee, wat we gaan doen is het volgende. Ik ga zo meteen door het kaartspel heen riffelen, zoals wij dat noemen. Ja. Mag jij op willekeurig moment mag jij stop zeggen? Ja? Dan komt hij. 1, 2, 3. Stop. Dus wel als ik nog bezig ben. Dat is om het makkelijker te maken. Goed, dan gaan we. Ja, ik weet dat we in Rotterdam zijn, dus ik zal het iets langzamer doen. Ja, langzaam. Oké, komt ie. 1, stop! 2, hier, weet je het heel zeker? Ja, helemaal okay. Zeker. Dan wordt het niet Eminem, maar dan wordt het de volgende kaart. Dave zou even voor mij willen kijken wat de volgende kaart is. En het even aan iedereen willen laten zien. De Blue Suede Shoes. De Blue Suede Shoes. En dat is, dames en heren, Elvis. We hebben een Elvis-fan in de zaal, hoor ik. Ja. Nou, dan gaat u zich waarschijnlijk verbazen over het volgende. Dave, je hebt op willekeurig moment had je stop kunnen zeggen. Ja. We zijn uiteindelijk bij Elvis uitgekomen. Ja. Zou ik voor jou de envelop mogen? Ja. En ik ga je nu echt iets ongelooflijks laten zien, Dave. En niet alleen Dave, maar ook het publiek natuurlijk. Want ik heb meegenomen, geloof het of niet, dit is echt, ja inderdaad, een foto van Elvis. Ja, een babyfoto van Elvis. Kijk. En had hij ook al een bril op. Kijk, hij was er vroeg bij. Ja, nee, maar zo kan je alles regelen. Ja. Ik heb hier de babyfoto van Al Pacino. Of, ja, je kijkt dus niet echt alsof je zegt van nou, ik ben er heel erg onder in. Nou, ik ben beter gewend. Oké. Okay. Zal ik je beter laten zien? Dan draaien we deze voorspelling op en hebben we daar, dames en heren, nee, joh. Onze Dave Elvis. Dank jullie wel. Ja. Dat ziet er beter uit, toch? Ja, het ziet er beter uit. Okay. Zo. Hoe ik dat doe? Ik doe dat heel goed. Hij is ook bij de hand, hou ik van. Ja. Dave, ik heb een boek meegenomen. Ja. Het is een Nederlandstalig boek, het heet De Kleine Meneer Niemand. Ja. Zou je voor mij er even doorheen willen bladeren en even kunnen controleren of alle pagina's verschillend zijn, dat er geenzelfde pagina's in zitten? Controleren. Mag ik die even bij je houden, Dave? Even kijken hoor, een assistent in de zaal. Wat is uw naam? Ellie? Ellie. Ellie, zou je voor mij een getal willen noemen tussen de 9 en de 278? Noemt u een getal? 41, oké. Okay. Dave, zou jij voor mij het volgende willen doen? Zou je naar Ellie toe willen gaan en even bij haar willen gaan staan? Dave, het boek, zou je dat open willen maken met Ellie samen en dan pagina 41 op willen zoeken? Ja, hebben we. Ja? Oké, okay. Niks zeggen. Ik wil dat jullie allebei niks zeggen. Ellie, we hebben van tevoren niks afgesproken. Hè? Je had een vrije keuze, ik ken jou niet. We hebben niks afgesproken van tevoren. Dave ook niet, we hebben niks afgesproken. Nee, echt niet. Oké, okay. Alle pagina's zijn verschillend. Je hebt een keuze gehad tussen 9 en de 278. Ellie heeft zelf gezegd 41. Ellie. Kijk naar het eerste woord op pagina 41. Devo, kijk even mee. Als ik tot 3 tel, dan projecteren jullie allebei in gedachten, niks zeggen, dat woord naar mij. 1, 2, 3. Ik krijg iets heel korts binnen. Het is echt heel raar, maar normaal gesproken is het een behoorlijke stroom van informatie die ik binnenkrijg. Maar nu heb ik echt maar iets heel korts. Ja, ik zou het ook. Ja, oké. Okay. Nou, dit is wat ik binnenkrijg. Ik weet niet of dit goed is. Nogmaals, ik verbaas me dat het zo kort is. Maar oké. Okay. Dave en Ellie. Wat was het gekozen woord? Op. Op. En kijk eens even, dames en heren. Op. Oh ja, Dave, nou ja, je mag daar blijven staan. Ik haal deze even naar voren. Dit is mijn setje van symbolen. Die heb ik voordat we begonnen, heb ik die klaargezet. Okay. In de kleedkamer. En dat is
mijn voorspelling, mijn uitkomst in dit geval. Die kaarten bestaan uit de volgende symbolen. Dat zijn de golfjes, zijn dat? Dat is een plusje. Dat is een ster. Een vierkant. Een cirkel. En dan zijn we weer terug bij de golfjes. Dat zijn dus 5 verschillende kaarten. Wat ze dan deden was het volgende. Ze hebben op een gegeven moment een percentage uitgerekend. Ze deden dan bijvoorbeeld dit. Dan pakten ze een kaart en dan vroegen ze Dave, welk symbool denk jij dat hierop staat? Wat denk jij? Een golf. Een golf. Nee, in dit geval is Dave dus niet in bezit van het zesde zintuig, want het was een steekje. Oké, okay. We gaan doen als het volgende. Dave, wil jij dit experiment met mij aangaan of zeg ik heb iemand anders die ik als slachtoffer aan wil wijzen? Ja, zegt dat ik dat al... Ja, dat is misschien dan ook wel weer zo. Wat we gaan doen is het volgende. Ik pak de eerste kaart van het stapeltje. En dan vraag ik aan jullie, op welk getal willen jullie deze kaart hebben? 1, 2, 3, 4 of nummer 5? Denk je op 3? Als jij het zegt, op nummer 3? Oké. Okay. Op 3. Op nummer 3 gaat deze kaart. Bepaal je thuis ook alles? Alles. Ja, ik heb het door. De volgende kaart. Waar zouden jullie willen hebben? 1, 2, 4 of 5? 5. Nummertje 5 onderaan. Oké. Okay. Die gaat... Ja, zo. Nee, jij. Zo. De volgende kaart gaat op 1, 2 of 4? 2? Nummertje 2. Ik vind 4. Oh, ja, oh, we hebben een meningsverschil. Ja, ik vind 4. Die kan ik nu nog missen. 4? Ja, gaan we voor 4? Oké. Okay. Nee, doe toch maar 2. Ja. Dave, come on. Ja, doe maar 2. Nummertje 2? Ja, okay. Toch wel. Ja, sorry. Zo. Dan hebben we er nog 2 over. De volgende kaart gaat op 1 of op 4? 4, ja. Nummertje 4. Oké, okay. Komt dan hier. Zo, dan hebben we de laatste over. Nou ja, dat is dan geen keus meer eigenlijk. Die gaat niet anders, nummertje je, blijft over. 1. Oké, okay, heel goed. Dit is mijn voorspelling zoals ik hem toen straks in de kleedkamer heb gemaakt. En dit is de serie zoals jullie hem zelf gemaakt hebben net. Zoals jullie hem zelf hebben samengesteld. En dan gaan we nu kijken of u en Dave in bezit zijn van zesde zintuig door deze om te draaien. En dan zult u zien dat alle symbolen met elkaar overeenkomen. Ongelooflijk, ja. Super bedankt. Graag gedaan, Dave. Geef hem een applaus, Mentalist Michel. Dankjewel.